Heel erg, schandalig. Een schandalige zaak. Als ik ze in mijn handen krijg, doe ik ze wat. De bewoners van Midwoud zijn woedend. Maandagnacht werd er voor de vierde keer in korte tijd bij hun buurtsuper ingebroken. Ik vind dit echt heel erg. Deze mensen die werken zo hard voor hun centjes. Het is niet meer leuk werken zo. De eigenaren zijn er behoorlijk stuk van en willen niet voor de camera reageren. Op de beelden is te zien hoe de drie daders de kast achter de kassa proberen open te breken. Naar de aanleiding van dat filmpje heb ik een Facebook-evenement aangemaakt van blijf met je poten van onze spar af. En dat is heel veel keer gedeeld. En dus besloot Ed Boboldijk een actiedag te organiseren. Op zaterdag 20 januari nodigt hij alle dorpelingen uit naar de supermarkt te komen. Een beetje positiviteit na al die narigheid. Juist positiviteit. En dat de dorpelingen achter hun staan en dat ze zich ook gesteund voelen door ons. Nou, daar kan je alleen maar heel blij mee zijn dat er zulke mensen zijn die uh, opstaan. De schade die kunnen we niet uh, terughalen, dat is nou eenmaal gebeurd. Het zijn van die stelletje uh, narlingen die dat gedaan hebben, maar dat kunnen wij voor deze niet zoveel aan doen. Dus we hopen hiermee dat we ja, een steun kunnen betuigen en dat ze vooral blijven doorgaan hiermee, want we kunnen gewoon niet zo uh, sparren in het dorp.